Na het winnen van Popstars kan Wesley het werk in de bouw niet meer combineren met zijn zangcarrière. Maar hij mist zijn oud-collega's wel en daarom trakteert hij vandaag op Fly. Dit was mijn vertrouwde plekje. Van mijn schoonvader, van mijn zwager en al die andere gasten. En je ziet het, Ed, we liegen er niet om. Mooie vrouwen aan de wand. Met de gasten onder elkaar mis ik het wel. En het werk ook wel, maar ja, zingen is natuurlijk veel leuker als je daar je werk van kan maken. Dus, maar de gasten onder elkaar, de gezelligheid, en je ziet het, de kaarten leggen al klaar, altijd een potje kaarten en doen. Ja, dan mis je het wel. Hey, Wesley! Dat is goed, jongen. Ja, lekker. Ja. Hoe is die nou? Ja, lekker. Ik. Ja. Gaat het? Lekker, het zal moeten. Ja. Ik heb een flyer voor jullie meegenomen. Straks voor die jongens. Lekker. Bakjes. Lekker. Weer lekker aanvallen. Ja, ja. Hey, Peters! Hoe is het nou? Hey, Hi. Lekker een bakkie? Ja. Ik ben al Sonja Bakker. Ja, voor deze ene keer dan. Voor deze ene keer. Hier is mijn zwager. Hallo, ik ben Robby. Beste zwager. En ja. We gaan lekker taart eten. Nee, van die laksnoetjes. De weg is van de zadel nog. Dus, staan maar wel. Zet ook terug, jongens. Ja. Ik zou het niet weten. Ik weet niet of je het erg vindt, maar neem ze even zelf ook een stukje. Ik weet niet meer. Kevin, jij gaat nog een liedje zingen voor ons of niet? Ja, ja. De nieuwe popstar. Mijn grootste concurrent. Onze eigen Kevin. You raise me up through all come storming seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Een compleet kinderevenement voor Wesley's deur georganiseerd. Ja, en dan is het met de rust snel gedaan. Hallo. Hallo. Ja, natuurlijk. Ik heb een kaartje voor jullie, papa. Ja, dat heb je, hè? Als je een kinderfeestje voor de deur hebt, dan kan je verwachten dat er allemaal kindertjes voor je deur komen om, voor een handtekening. Maar ik hou ervan, heerlijk. Hi! Ja, ik ga een kaartje voor je pakken, ja? Het begint allemaal nog vrij rustig, maar binnen een half uur staan er tientallen kinderen bij Wesley en Nelly voor de deur. Zo man! Schaatsen? Denk, hè? Kennen jullie dat wel, schaatsen? Ja. Ja, ik ken dat niet. Alsjeblieft. Wesley is al 20 minuten handtekening aan het uitdelen en moet eigenlijk boodschappen gaan doen, want hij gaat vandaag voor het eerst koken voor zijn 7 maanden zwangere vriendin Nelly. En dus nemen de fans met tegenzin afscheid van hun idool. Allemaal eentje pakken. Ik moet even boodschappen doen, ja? Al die kinderen, hè? Hectisch. Maar ja, blijf leuk. Nou, dan gaan we winkelen. Shoppen. Nou, kijk, spruiten. Nee, we gaan maar geen spruiten, want ik ben er niet zo dol op. Even kijken wat we gaan zoeken. Ik denk dat we gewoon lekker voor de soort pasta gaan. Dan moet ik alleen kijken waar dat leg. Ik zoek macaroni, maar... Daar begint het al mee. Ik weet nog god niet waar het staat. Echt niet. Nee. Die lus ik niet. Hier gaan. Ja, ik moet normale macaroni hebben. Eén pak is voor 3 appels. €350 ham. Nee, ik wil niet met ham. Ik wil met gehakt. Even kijken hoor. Ik denk dat ik... Welke heb ik nou nodig? Staat er niet op. Toch maar even vriendin Nelly bellen. Ik heb nou een mix van macaroni en spaghetti, die heb ik.
Ja, maar er staat ook ham, maar ik hoef er toch geen ham in te gooien, hamblokjes. Een uien of zo, weet ik dat, wat er staat. Maar ja, dat zit 500 gram gehakt. Oké, olie of boter staat erop. Hebben we olie of boter? Ja, 500 gram dus. Dus die kleine pak, de kleine pak. Oké, nou dan kan ik snel naar huis. Dan ben ik klaar. Eenmaal thuis kan Wesley eindelijk zijn debuut gaan maken als keukenprins. Ja, het is, ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is elektrisch koken. Het is wel moeilijk. Ik had er ook moeite mee zelf in het begin. Dus, of Wesley wat van bak? Een eitje. Ja, dat gaat er nog wel. Een eitje, dat... Dat gaat dan wel. Maar meer... Nee. Nou, er is een makje voor. Ik moet eerst water koken, maar dat duurt heel lang. Ja. Hier in koken, toch? Ja? Ja. Zou ik wel doen, ja, aan een pan. Nou, succes. Ja, dankjewel. Dan gooien we de macaroni erin. Moet ik de gehakt er gewoon gelijk in gooien? Ja, ik zal hem eerst vee laten worden dan, anders bak ik niet. Hupsakee. Welkom bij Koken met Wesley. Of het goed gaat komen, dat weet ik nog niet. Nou ja, anders gaan we maar gewoon lekker patatje halen. Ik doe mijn best in ieder geval. Ho. Dan moet hij iets zachter. Ik word er gewoon zenuwachtig van. Ja, dan gaat hij gewoon met de pannen. Ik kan je van de gulp af eten. Hupsakee. Gooi erin. Hup. Als je nou even papiertje neerlegt, dan kan je gewoon de lepels even erop leggen. Jij maakt mij helemaal zenuwachtig. Ik geef je alleen tips. Ga je nou reageren op mij? Geef hier, schat. Een beetje water ook, hè? Zoiets? Ja, je moet er echt geduld voor hebben. En ik ben niet zo'n type om... Ik heb er geen geduld voor. Als zij straks hoogzwanger is, dan zou ik toch moeten koken. Dus ik moet het eigenlijk wel leren. Dus daarvoor respect voor de vrouwen. Toch wel. Nee, maar eerst een afnemer. Nou. Maak goed. Goed gedaan. Met liefde gaan maken. Ja. Nou, kijk eens. De hond vindt het ook lekker, dus kijk. We zijn weer een appie. De volgende dag heeft Wesley met zijn manager een bespreking in Den Bosch over zijn eigen kledinglijn die binnenkort op de markt komt. Ja, alles goed? Ja. Hi, Wesley. Hi, Sabine. Hi, Wesley. Hi, welkom. Het Brabantse bedrijf heeft voor Wesley drie soorten looks bedacht. Een casual look, een bedrijfsfeesten outfit en een combinatie van beide. En dan wat we heel erg leuk vonden, wat we heel erg gaaf bij jou vonden staan, was een giletje. Top. Dus volgens mij is dat wel iets wat, waar jij heel erg goed in uitkomt. En dan eventueel kan je dat er nog overheen en misschien kunnen we dat wel volgen. Een single of zo voor je eerste foto. Wesley trekt de outfit meteen even aan. Kijk. Zo. Wow, dat is helemaal. Heet jij de bol? Ik vind het er goed uitzien. Ik vind het hartstikke leuk eruit zien zelfs. Ik denk dat we hier wat mee kunnen met qua singles en hoezen en dat soort dingen. Dus dat moet in principe moet het goed komen. Behalve de kledinglijn zitten er ook gekke dingen zoals de Wesley Coolboxen en Wesley Bouwvakker helmen in de planning. Ook zijn er speciale Wesley shirts bedacht voor zijn vele fans. Nee, ik vind het echt geweldig. En al die mensen die achter me staan en die dat allemaal gaan maken. En nee, vind ik echt fantastisch. Wij willen graag een product ook maken voor een breed publiek. Nou,
Wesley is natuurlijk een publiekslieveling. En leent zich ook daardoor heel goed om leuke dingen mee te doen. Maar net even wat anders. En iets meer glamour meegeven. Vandaag wordt de deal met Wesley officieel. Hey. Helemaal goed. Proost. Jongens. Hey. Helemaal goed. Samenwerken. De champagne stijgt Wesley en zijn manager Dim blijkbaar snel naar het hoofd. Ze gaan helemaal los in de showroom. Zo, we komen voor de nieuwe kledinglijn. Volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering van Wesley op weg naar de top. Daarin heeft hij onder andere een fotoshoot voor zijn nieuwe single en het eerste album. Kom zo vanaf, hij heeft zijn trap gehad.